bij ons in de kerkgemeenschap merkte je eigenlijk dat je daarin twee groepen had. Dus je had een groep die heel fanatiek waren van wij geloven dat jij kan veranderen naar heteroseksueel en dus ook een vrouw kan krijgen. Maar er was ook een groep in die gemeenschap die meer zoiets had van nou, je bent homoseksueel, je blijft homoseksueel, dat is prima, maar dan leef je celibatair dus alleen. Hoewel Tony nu sceptisch tegenover homogenezing staat en vooral bezig is met zelfontwikkeling, energieën en zijn stenen, was zijn geloof toen zo belangrijk voor hem dat hij de genezing toch een kans wilde geven. Dat ik ook elke avond bijbelteksten moest uitspreken in mijn bed voordat ik ging slapen, weet je wel, om dat eruit te krijgen als het ware. En dat deed ik dan ook heel braaf. Ik denk, nou ja, dan gaan we ervoor, hè. Laat ik het dan maar even proberen, weet je. Ja, bedoel, allicht, misschien lukt het. Tony besefte dat hij door verder te gaan met de genezing ook steeds verder van zichzelf af kwam te staan. Hij besloot uit de kerk te stappen. Genezen is hij dus niet en of dat überhaupt kan, laat hij in het midden. Jij kan als man wel denken, oh jongens, ik ga ervoor voor de Heer en ik ga genezen hiervan. En ik ga voor een vrouw en een kinderen en voor kinderen. Dat kan dan voor jou heel mooi zijn, maar je moet natuurlijk wel beseffen dat je die vrouw en die eventuele kinderen wel meeneemt in jouw experiment. Het risico dat je op een gegeven moment terugvalt in ja, wie je toch in essentie bent, is natuurlijk heel groot en eigenlijk ook niet meer dan normaal en logisch. En dat maakte Tony zelf mee. In 2015 vertelde hij zijn verhaal bij Jinek over hoe hij zijn homoseksualiteit met zijn geloof combineerde. En dat maakte heel wat los. Afscheid nemen van je homoseksualiteit vanwege God. Het overkwam ook Tony Kramer en hij vertelde zijn verhaal aan de EO-jongerenwebsite Beam. Dat bleef niet onopgemerkt en op sociale media ging het los. Tony is hier om zijn persoonlijk verhaal verder toe te lichten. Maar dan merk je echt, dat is echt de media die er dan bovenop duikt. Maar zelf heb ik dat nooit zo beleefd of uitgesproken dat ik genezen zou zijn van homoseksualiteit. Omdat ik toch van binnen altijd een beetje sceptisch tegenaan gekeken heb. Tony denkt dat het strafbaar maken van homogenezing in kerken niet zal uitmaken. Volgens hem moet het kabinet ergens anders beginnen. Ik denk dat het beste is dat je dan als homoseksueel ervoor kiest om uit die gemeenschap helemaal te stappen. Want ik denk dat je daar eigenlijk als regering weinig in kan doen. Waarom? Het begint thuis. Alles begint in de huiskamer. Dus als jouw ouders al geloven dat jij moet genezen of kan genezen, en de kerk versterkt dat dan. Maar ja, in de kerk zou je het dan kunnen verbieden, maar ja, thuis gaat het dan gewoon vrolijk door. Dus ik denk dat je daar weinig in kan doen.